voor zitten en snijden worst aan. Neem maar lekker frisje, een wijntje erbij. Een stukje kaas. En wat hebben we nog meer? Een toosje met filet. En een beetje mosterd. Hartstikke lekker. Maar nu eerst Michael Bogert. En over zijn beeldschone danspartner Daria kan Michael meer dan lyrisch raken. Met het nummer Zij van Marco Borsato kan hij zijn fantasie helemaal de vrije loop laten. Samen met Daria is hier Michael Bogert. Blik in haar ogen verandert de kleur van mijn dag. Het is niet te geloven, van zwart als ze boos is tot blauwer dan blauw als ze lacht. De zon hangt voortdurend verliefd om haar heen, de maan laat haar nooit een seconde alleen. Zij is de zon en de maan voor mij. Zij heeft het beste van allebei. Zo mysterieus en zo warm tegelijk. En ze doet iets met mij. Ze is vrij. Ik zou graag weten dat laatste stukje wat je hierheen schaatste vanaf hier. Toen zei ze iets tegen je en dat wil je vast niet tegen ons met ons delen. Eerlijk zeggen, er was iets. Vertel, vertel, vertel. Neem eerst even een slokje, Michael. Ja, rustig aan. I don't know. What did you say to me when I was a kid? No. He told you something. Ja. Volgens mij zei ze, oh gelukkig, ik heb al mijn tanden nog. Oh, dat zou dat kunnen, ja. Dat zou kunnen. Ja. Als je zit erover na te denken. Nou, ik moet je zeggen, iedere keer die jury en elke keer weer over die liften. Kijk, we zien hier dat laatste dingetje, levensgevaarlijk iets. En dan gaat ze toch. Het is voor jou doodeng, maar ik denk voor haar ook. Even bijgetipt, maar een enorm risico heb je genomen. Ik vond het echt te gek. Ja, dat was echt vanaf, of eigenlijk van de 10 keer ging het 5 keer mis in training. Dus ja, dan weet je dat je gewoon een risico neemt. Ja, je vanochtend, moet hier. Vanochtend ging het 2 keer echt supergoed. De eerste 2 keer en de 3de keer liet ik er vallen. Dus ja, dat is dan weer even net vervelend. Dus ik was wel een klein beetje nerveus om hem te doen. En misschien was ik niet helemaal zeker, maar we hebben hem in ieder geval op film staan dat hij heel mooi was. Dus dat is een mooie herinnering voor ons. Je hebt ook een prachtige vrouw aan je zijde. En het is eigenlijk ongekend hoe jullie over het ijs zwieren. En ja. Ja, jongens, zo is het nou eenmaal voor alle hier in de zaal en natuurlijk ook thuis. Het is gewoon een lekker wijf, of niet soms, die Daira? Ja. Kijk, we zien nog wat bij de huppeta. Dit was ook een hele mooie. En ik had niet verwacht, als ik heel eerlijk ben, jou dat zien doen. Dus alle respect. En ik weet hoe lastig het is, al is het maar een stukje boven de grond om je balans te houden. Dus chapeau. Ik moet nog even iets vragen, want dat zijn mensen die vragen dat weer aan mij. Die zeggen, nou, we lazen van de week in al die bladen over Michael Bogert. Hij houdt er 2 dames op na. Ik zeg waar die gelijk aan heb. En hoe zit dat nou? Misschien is het wel gelijk goed om het gelijk even uit te leggen. Dan zijn we daar ook weer vanaf. Hoeveel tijd heb ik? Nee, er zitten daar nog 16 of 14 vriendinnen van mij. Dus nee, ik ben gewoon vrijgezel. En ik vind dat ik mag doen en laten wat ik wil. En, dat vind ik ook. Ik heb denk ik een verkeerde getroffen. En, dat kan wel eens gebeuren. Nou, volgens mij zitten er heel veel dames te kijken die jou allemaal hartstikke leuk vinden. We gaan er ook niet verder op in. Ik vond het een prachtige kuur. Je hebt laten zien wat je waard bent, in ieder geval in deze kuur. En ik hoop dat de jury er ook zo over denkt. Dames en heren, mag ik een ovatie voor Daira en Michael Bogert!
hier was ik. Jullie hebben een hele vergadering over die lift. Hij was mooi. Hij was op het randje, maar hij is gelukt gewoon, klaar. Ja, gelukkig wel. Dus ik was ook best wel moe bij het einde, want het is best wel zware kuur. Ook dat omhoog tillen gewoon, dat is al zwaar. En het is super heet. Dus. Ja, en wat ook gezegd mag worden, want mensen die horen dat af en toe, maar Bob en Deline zijn zeg maar de coaches die jullie helpen met het bedenken van de kuur. Want als je nog nooit geschaatst hebt, weet je ook niet welke kant je op moet. En zij zaten vol trots naar jou te kijken en ze waren heel blij dat het gelukt was. Dus die heb je sowieso in de pocket. Maar nu die jury nog. Jane. Ja, ik heb een rijk romantisch gevulde kuur gezien. Ik heb breeches, mohawks, walsturns, alleen de voetwerk even te noemen. Ik zag een mooie roll-up, ik zag een draaiende lagere lift. En ik wou even nu over die laatste spinlift hebben, want dat is ontzettend moeilijk. Want eerst moet Michael een snelheid opbouwen voordat hij Dario dus lift. En dat heeft hij heel goed gedaan en hij heeft er ook heel veilig neergezet. Dus het ging allemaal fantastisch, Michael. Yes! En we zien er nog een klein beetje terug. Hij zag er mooi uit, Michael. Je mag trots zijn. Hein, jij weet ook als geen ander hoe dat is, hè? Ja, nou, ik hoorde vanmorgen op de radio zeggen dat hij een lift ging doen die nog geen enkel man in de show gedaan had. De mannelijke deelnemer, ik denk, dat kan niet. Dat is bijna niet mogelijk. Ik heb alles al gedaan. Het is echt waar. Ik stond met mijn mond open te kijken. Ik denk, oké. En ook nog heel goed uitgevoerd, want Jane heeft inderdaad gelijk. Hij is ontzettend lastig. Ik heb hem ook nooit in mijn kuur gehad. Maar de rest, alle dingen die ik zie, Michael... Het wordt iedere week alleen maar beter en beter en beter. Een hoge lift die uitermate makkelijk gaat. Ja, ik denk, ik moet niet te veel veer in mijn kont houden. Want ik denk dat onze show 3 weken langer duurde dan jouw show. Dus ik heb ook 3 weken meer de tijd gehad om het te oefenen. Het ging niet alleen over mij. Het ging ook over andere mannelijke deelnemers in de shows hiervoor. Maar ook alle wisselingen. Je bent een eenheid met Daria. Iedere keer zie ik dat het beter wordt en beter wordt en beter wordt. Ik geniet iedere week meer van jou. Dankjewel. Dankjewel, Hein. Dat zijn hele mooie woorden. En nu naar de punten. Ik ben ontzettend benieuwd wat het gaat worden. Jane. Ja, Michael, voor de 2e keer in deze serie kreeg je van mij een 10. Yes! Een 10! Hein! Een 10. Ook een 10! Zo! Sita, trek een 10! Een 10! Nou, kom op, Mark. Ik zeur altijd over je arm en de houding, maar wauw, ik ben verbaasd. Een 10! Ja! Het harde werken van Michael werpt zijn vruchten af vanavond. Je had een 8,5 gemiddeld vorige week. Dat was je eindstand. Daar komt deze 10 bij, Michael. En dan sta je nu op een 9,3 gemiddeld. Oh, die is mooi. Dan kan je... Ik ben heel benieuwd. Is die beer van mij of niet? Die beer is voor jou, maar die kon ik even niet optillen. Okay. Die was te zwaar. Maar u weet het, de jurypunten zijn het begin en u doet de rest. En als u vindt dat Michael zonder enige twijfel een plaats in de grote finale verdient en u wilt hem de skate-off besparen, pak de telefoon en bel 09091352 of sms Michael naar 4600. En Michael gaat ook nog een keer zo schaatsen met de dansers van Holiday on Ice. Dus ook daarbij heel veel succes. Dankjewel. Thank you, Daria.